Opnieuw verloor NEC vorige week, ditmaal van MVV. Supporters reageerden afgelopen zondag al met een afscheidsdienst voor de club, maar trainer Jack de Gier laat het hoofd niet hangen. Nou, het is nooit lastig om je op te laden voor wedstrijden, want als voetballer en als trainer wil je altijd jezelf opladen voor wedstrijden. En als de resultaten goed zijn, dan doe je dat elke wedstrijd. En dat doe je ook elke wedstrijd als de resultaten niet goed zijn. Alleen, je moet altijd meenemen in het hele verhaal dat resultaten wel heel belangrijk zijn. En dat er dan een bepaalde opinie komt voor mensen die dan niet positief zijn. En daar een draai aan geven. Dan naar Twente, dat is een team dat goed in vorm is. Wel een extra wedstrijd in de benen heeft in de beker deze week. Gaat dat hun invloed, denk jij? Het zal zeker meespelen dat hun afgelopen dinsdag een bekerwedstrijd hebben gehad. En, er zijn misschien wat kleine pijntjes, et cetera. Alleen, ik denk dat je als speler van Twente en ook als speler van NEC nooit het excuus kan gebruiken dat je twee keer in de week moet spelen. Volgens mij is het uitverkocht, 25.000 mensen. Ja, wat wil je nog meer als speler van Twente of NEC? Je sluit de eerste seizoenshelft af met een fantastische wedstrijd. En daar moet je van genieten, simpel dat. Dus het feit dat het een volgbaar stadion is voor jullie ook goed, denk ik? Ja, natuurlijk. Ik heb van de week ergens een stukje van Brahma gelezen dat veel spelers moeite hebben met een volle grolsveste op het moment dat de thuiswedstrijden gespeeld worden. Ja, daar kunnen wij misschien wel van profiteren. Dan naar de eigen selectie. Zijn er spelers die er wel weer bij zijn op zijn vorige week? Of blijf je met dezelfde zieke boeg? Nee, volgens mij blijft het hetzelfde. Ja. Dus, keeper Zelenica zal niet bij de selectie zitten? Nee, die is niet. Okay. Maar heb je dan veel opties dan om te kunnen veranderen aan als je verliest of ga je hetzelfde vasthouden? Nou, vorige week hadden we 17 spelers in de selectie die fit waren. En volgens mij gaan diezelfde 17 weer mee morgen naar Enschede. En zullen we daar de keuze uit maken. Dan Twente, dat is natuurlijk een ploeg die zeker met deze huidige vorm voor jullie willen winnen. Is dat ook realistisch voor jullie, denk je? Ja, dit seizoen is volgens mij elke wedstrijd kan iedereen van elkaar winnen. En wat ik zeg, je speelt elke week voor de winst. En daar kijk je naar hoe dat een tegenstander speelt. Je kijkt naar je eigen speelwijze en vanuit een bepaald plan ga je dan die wedstrijd in. Ja. Ik denk dat we kunnen alle wedstrijden verliezen en we kunnen alle wedstrijden winnen. Je moet wel elke wedstrijd top zijn dit seizoen om dus ook tot resultaat te komen. Dat is gebleken. En, het is niet zo dat je altijd beter hoeft te zijn om wedstrijden te winnen. Want ik vind dat we wedstrijden hebben gewonnen waarin wij niet beter waren en andersom ook. We hebben ook wedstrijden verloren waarin we wel beter waren. Het gaat erom dat je aan het eind van de rit een doelpunt meer gemaakt hebt dan je tegenstander. Vrijdagavond om 8 uur in de Golsvesten in Enschede, FC Twente NEC.